Voor elk probleem bestaat er een oplossing. Sommige oplossingen lijken in eerste instantie vreemd, maar kunnen uiteindelijk toch werken. Aan het bizarre idee op nummer 1 zou je vast nog nooit hebben gedacht. Bekijk de video dus zeker helemaal af. Abonneer je ook even met een rinkelende bel en druk de duim omhoog als je net als ons onze bizarre ideeën leuk vindt. 10. Samen doorspelen. Op een normale zaterdag om 19:30 s'avonds in 2012 beleefden de burgers van Bulawayo, Zimbabwe een speciaal moment dat ze voor de rest van hun leven zullen herinneren. Wat doe jij meestal om 19:30 op een zaterdagavond? Vast niet wat deze mensen deden. Je gelooft het of niet, maar de burgers van Bulawayo waren drukdoende om gezamenlijk hun toiletten door te spoelen op die bewuste avond. Duizenden toiletten verspreid over de stad werden op hetzelfde moment doorgespoeld in de hoop om de verstopte rioleringen te verhelpen. Door een wekenlange droogte was het troep opgehoopt in de leidingen, omdat die niet regelmatig werden doorgespoeld. De overheid moest namelijk zuinig omgaan met de beperkte hoeveelheid water. Zo is dus het bizarre idee ontstaan om als collectief de toiletten door te spoelen. Meer dan 1 miljoen burgers van de stad werden gevraagd om hieraan mee te doen. 9. Stenen huisdieren. Heb je gehoord van Pet Rock? Pet Rock is veruit een van de raarste speeltjes ooit. Het is een verzamelaar speelgoed dat in 1975 werd gemaakt door Gary Dahl. Het speelgoed wordt gemaakt van gladde stenen afkomstig uit het strand van Rosarito Beach, Mexico. Op de stenen, die trouwens in verschillende kleuren en maten kwamen, had de speelgoedmaker plastic oogjes opgeplakt en voilà, je Pet Rock was klaar. Het bizarre speelgoed werd geadverteerd als levende huisdieren, compleet in een doosje met gaten, zodat die konden ademen, natuurlijk, en wat hooi. Gek genoeg kon het vreemde concept 6 maanden lang doorgaan. De gedachte erachter was dat je een snoezig huisdier had, maar zonder al dat extra werk van voeden en schoonmaken. Kun je raden hoeveel van deze rotsen de maker wist te verkopen? Meer dan 1 miljoen, voor 4,5 euro per stuk. De man werd binnen enkele maanden een miljonair dankzij zijn bizarre idee. 8. Avocado met ingebouwde rijpheidssticker. De avocado is een veelzijdig fruit waarmee je verschillende dingen kunt doen, mits de avocado de juiste rijpheid heeft. Het is best een kleine opgave om exact te weten wanneer je een avocado kunt snijden, om die te gebruiken. Je drukt er een beetje in om te voelen hoe hard het is, maar je bent nog steeds aan het gissen. Gelukkig zijn we niet de enigen die dit probleem hebben en werd er een oplossing voor bedacht. Nee, geen ellenlange blog of videotutorial die je vertelt hoe je de rijpheid bepaalt van de avocado, maar een simpele sticker. De sticker is speciaal ontworpen en geeft de verschillende fases van rijpheid aan. Zo werkt hij. Felgroen betekent dat de avocado niet rijp is. Een mix van donker en lichtgroen betekent dat het rijp is, maar hard. Dit is trouwens de juiste rijpheid om heerlijk te genieten van het fruit. En donkergroen betekent dat de avocado al bijna overrijp is. Hopelijk hebben de avocado's in jouw supermarkt zo'n handige sticker. 7. Met rokken aan. In de zomer wordt het in Stockholm, Zweden nogal warm tijdens het werk op de trein. In 2013 kwamen de mannelijke medewerkers in opstand, omdat die niet met shorts aan het werk mochten. Op een doorsneedag lopen de temperaturen op tot 35 graden Celsius en kan het behoorlijk warm worden. In de regelgeving van het bedrijf staat over het uniform dat medewerkers een rok of een lange broek moeten dragen, terwijl de mannelijke chauffeurs liever een korte broek aan willen. Omdat het bedrijf weigerde om een aanpassing te maken, besloten enkele mannelijke medewerkers, 13 in totaal, om in een rok aan het werk te verschijnen. Ze worden wel vreemd aangekeken door passagiers op het platform, maar het maakt ze niet veel uit, want de rokken zijn veel aangenamer dan een lange broek tijdens de warme zomerdagen. Op deze manier zijn ze niet in overtreding van de regels en proberen tegelijkertijd de aandacht te trekken om het bedrijf ertoe te dwingen om de regelgeving aan te passen. Welk kledingstuk draag jij het liefste in de zomer, een rok of een short? 6. Eindelijk zonlicht. Het is bijna ondenkbaar, maar sommige plekken op de aarde krijgen vanwege hun natuurlijke locatie weinig tot geen zonlicht. Een dorp in Noorwegen had ditzelfde probleem en kreeg eindelijk wat zonlicht. Niet van de zon, maar door de installatie van gigantische spiegels op de bergen rondom om zodoende de stralen te reflecteren op het pleintje. De bergen rondom het dorp Ryukan staan bijna 2000 meter boven de zeespiegel en blokkeren op deze manier het zonlicht gedurende het halve jaar. Tussen september en maart wonen de mensen van Ryukan dus in de schaduw. Niet zo'n prettig gevoel om zo lang in het donker te zitten. In 2013 kwam daar eindelijk een oplossing voor. 3 geavanceerde bewegelijke spiegels met een gecombineerd oppervlak van 50 vierkante meter werden geïnstalleerd op de toppen van de bergen.
Dankzij deze actie kreeg het plein van het dorp in één keer weer zonlicht. Gelukkig maar dat dit bizarre idee werkte, want het project kostte maar liefst 950.000 euro. Vijf. De Million Dollar Homepage. Toen Alex Tew in 2005 als student de Million Dollar Homepage had opgezet, had hij waarschijnlijk geen idee dat het zou werken. Hij wilde gewoon wat geld inzamelen voor zijn universitaire studie. Vroeger was er online nog maar weinig sprake over crowdfunding. Het werkt als volgt. De startpagina bestond uit een miljoen pixels. De op afbeeldingen gebaseerde links erop werden verkocht voor $1. Dat is ongeveer 1,12 euro per pixel in 10 bij 10 blokken. Het idee was geniaal en binnen 138 dagen was de pagina uitverkocht. Het doel van de website was om alle pixels in de afbeelding te verkopen, waardoor de maker $1 miljoen aan inkomsten genereerde. De website werd gelanceerd op 26 augustus 2005 en werd een internetfenomeen. Op 1 januari 2006 zijn de laatste 1000 pixels geveild op eBay. De website leverde uiteindelijk een totaalbedrag op van 1.160.000 euro bruto. De Million Dollar Homepage bestaat nu nog, maar een heleboel links werken niet meer. 4. Gekke rietjes. Wie heeft het drinkrietje bedacht en hoe zijn ze op het idee gekomen dat op de normale manier drinken uit een glas opeens niet meer zo spannend was? We hebben het voor je opgezocht. De eerste bekende rietjes werden gemaakt door de Sumeriërs en werden gebruikt om bier te drinken. Bier? Jawel, bier. Het rietje werd waarschijnlijk gebruikt om de vaste bijproducten van het gefermenteerde brouwsel die naar de bodem zonken te vermijden. Het oudste rietje werd gevonden in een tombe uit 3000 voor Christus. Het was een gouden tube ingelegd met kostbare edelstenen. Je wist zeker niet dat het rietje al zo'n oud concept was. Maar goed, snel vooruit naar vandaag kennen we geen opulente rietjes meer, maar wel gekke buigbare rietjes. Joseph B. Friedman was degene die in de jaren 30 een probleem oploste door het buigbare rietje uit te vinden. Zijn dochter Judith dronk moeilijk haar milkshake met een rietje dat rechtop stond. Joseph bracht het rietje naar huis en sleutelde raam en voilà, het buigbare rietje en een miljoenenindustrie werd geboren. Gebruik je nog plastic rietjes of heb je het metalen rietje? 3. Emojis. Kun je je leven herinneren nog voordat er emojis bestonden? De eerste emoji werd ontworpen in 1999 door de Japanner Shigetaka Kurita. Hij maakte een complete set van 176 pictogrammen die net iets meer dan 3 kilobytes in beslag nam. Een beknopte hoeveelheid informatie met heel veel betekenis. Het woord emoji komt van de 3 Japanse woorden E, plaatje, Mo, schrijven en G, teken. De emojis van Kurita werden speciaal ontwikkeld voor de mobiele telefoon in Japan om het communiceren te vergemakkelijken en zodat minder ruimte in beslag innam van het geheugen. Later werden emojis ook overgenomen in het Westen. Tegenwoordig bestaan er ongeveer 2789 emojis die veel verfijnder zijn dan de allereerste emojis. Weet je welke emoji het meest werd gebruikt in 2015? Het gezichtje met de tranen van geluk. Dit werd zoveel gebruikt dat het door Oxford Dictionaries de titel kreeg van het woord van het jaar. Welke emoji is jouw favoriet? Laat het ons weten in de comments. Onze favoriete emoji is het duimpje omhoog. Doe ons een plezier en like deze video even voordat je verder kijkt en druk ook op de abonneren knop met de bel aan voor nog meer leuke video's. 2. LED slippers. Ken je dat gevoel wanneer je 's nachts moet opstaan om te lopen naar de wc of iets te drinken wil halen, maar je wil geen lichten aandoen omdat je eigenlijk nog half in slaap bent en niet meteen wakker wil worden? Je weet precies wat we bedoelen. Je loopt dus al tastend in het donker op zoek naar herkenbare punten om je weg te vinden. Hoe vaak heb je voet niet gestoten aan die ene kast in de gang of gestapt op dat ene Lego blokje die zomaar daar ineens lag? Om dit probleem op te lossen werden heel handige LED slippers bedacht. Comfortabele pantoffels, maar dan met een LED lampje aan de voorkant. Je trekt ze aan en de lichtjes gaan vanzelf aan. Zo schijnt het licht niet in je ogen, maar verlicht alleen de weg die voor je ligt, zodat je ongestoord kan slaapwandelen. Super handig! En tenslotte op nummer 1, één van de bizarste ideeën ooit die toch werkte. 1. Schaduwballen. Schaduwballen zijn zwarte ballen van ongeveer 10 cm in diameter die helpen voorkomen dat het water in reservoirs verdampt tijdens droogtes. Eén bal op zichzelf doet niet heel veel, maar miljoenen ballen bij elkaar lossen wel het probleem op. Veel gemeenschappen rekenen op het opgeslagen water in reservoirs in de droge tijd. Echter zijn deze open, waardoor er aanzienlijk veel water verdampt. Tijdens de laatste droogte in Californië tussen 2011 en 2017 werden maar liefst 96 miljoen schaduwballen aan het werk gezet in het reservoir in Los Angeles. De plastic ballen drijven dan op het water en dienen als een bedekking over het oppervlak.
Op deze manier staat het water als het ware in de schaduw, waardoor het minder snel verdampt. Ook de groei van micro-organismen wordt vertraagd. De schaduwballen bleken effectief te zijn om water te besparen in tijden van droogte en om de kwaliteit van het water te verbeteren. Welke van deze bizarre ideeën vond je het knapst? Laat het ons weten in de comments. Dankzij jouw hulp kunnen we steeds meer leuke video's maken. Help ons dus door de video een like te geven, je te abonneren op het kanaal en laat het belletje ook rinkelen. Je zal nu nooit meer een video van ons missen.